Heel lang geleden, op een winternacht, ontwikkelde ik het recept voor de magie van kerst. Een drankje zo krachtig dat zelfs één druppel buitengewone krachten had. Ik vroeg mijn beste elf om de kostbare vloeistof zorgvuldig over de hele wereld te verspreiden. Maar mijn kleine helper raakte gefascineerd door de magie. En de reis nam een onverwachte wending. En zo werd Disneyland Parijs het middelpunt van de magie van kerst.